veiligste in de wereldwinkel van Westerlo, waar ik verantwoordelijk ben voor de aankopen en alles wat met artisanaat te maken heeft. En op die manier ben ik dan ook naad hier in contact. Beroepsmatig ben ik gezondheidstherapeute. Dat is iemand die bezig is met westerse natuurlijke geneesmiddelen. En in dat kader is voor ons reiniging heel belangrijk. Dus reiniging en zuiverheid van binnenuit. En dan is de stap naar de reiniging van de buitenkant eigenlijk vrij snel gezet. Natier heeft, zoals je weet, drie lijnen, noem ik het gewoonlijk. Dus je hebt de lijn op basis van de aloe vera, je hebt de lijn op basis van de groene thee en je hebt de laatste lijn die ik noem eigenlijk de verwendlijn. Klinkt al een beetje. Dus de verwendag nu, dus de verwendlijn zit er ook in. Essentieel, wat heel belangrijk is, wat echt heel belangrijk is, is dat je moet weten welke lijn je wanneer gebruikt. En op zich is het eigenlijk heel gemakkelijk. Je gaat boven, de aloe vera staat bovenaan. Die lijn is voor normale tot droge huid. Een normale huid is eigenlijk glad van textuur, heeft geen buisjes, die trekt niet, dus heeft een mooie, egale tint. De droge huid heeft ook geen poriën, je kan ook niet echt de poriën zien. Datzelfde geldt ook voor de droge huid. Bij de droge huid kan het wel zijn dat die nogal eens rood is of wat geïrriteerd is of zo, wat trekt. Maar bij de droge huid zie je normaal gezien de poriën ook niet. Dat door de aloe vera. De tweede lijn is dan op basis van de groene thee. En die gebruiken we eerder voor een normale tot vette huid of een onreine huid. En in de meeste gevallen is dat de jongere huid. Niet voor ons. Het kan zijn dat u de uitzondering op de regel bent. Dat is altijd mogelijk. Dus bij de vette huid ga je ook dikwijls zien, die glanst nogal makkelijk. Ga je ook snel zien dat er puistjes zijn of meereten, soms zelfs kunnen er ontstekingen zijn. En bij de vette huid ga je ook de poriën beter zien dan bij de andere huidtypes. Dat is echt essentiële informatie, want als jij een crème gaat meegeven die totaal niet bij je huidtype past, dan ga je wel eens klachten kunnen krijgen van de klanten. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij iets kunnen meegeven dat afgestemd is op hun huidtype of op het huidtype van de persoon die het cadeau gaat krijgen. En op die manier houden wij tevreden klanten en komen ze terug. En dat is uiteindelijk de bedoeling. Want het is een verzorgingslijn, het is geen cosmetica lijn in de zin van dat make-up en poedertjes en wat er allemaal bij zijn. Het is een verzorgingslijn waar je eigenlijk je dagelijkse huidverzorging mee kan doen. Of de wekelijkse diepere reiniging natuurlijk. En hoe gaat die verzorging gebeuren? Dus ik ga niet te veel theorie geven, maar bepaalde zaken zijn wel heel belangrijk, want het is zo, als je klant informatie kan geven, dan heb je heel veel kans dat hij ook iets gaat kopen. Als die persoon voor de rek staat, die ziet daar 35 producten staan ondertussen, en jij kan niet vertellen waarvoor ze dienen of hoe ze moeten gebruikt worden, dan is de kans klein, tenzij ze de potjes heel mooi vinden in het pakketje. Maar wij zouden iets meer willen dan dat. Wat essentieel is bij een gelaatsverzorging, of misschien even, in elke lijn ga je producten vinden waar je je basis gelaatsverzorging mee kunt doen. Dus dat is in principe elke dag. En bij sommigen zelfs twee keer in de dag, dat ligt er maar aan hoe je kijkt voor jezelf. Meestal gebeurt een gelaatsverzorging 's ochtends en 's avonds voor het slapen. Dan hebben we ook de verzorgingsproducten voor het lichaam. Onder andere een peeling, dus alles wat je nodig hebt in principe. En dan hebben we ook nog bij de groene thee de verzorgingsproducten voor de voeten, voor de benen. Daar ga ik straks even. Dat is typisch voor de groene thee, die zit niet bij de aloe vera lijn. Voor de heren is ook iets nieuws bijgekomen. De aftershave, ze zullen daar nu op doen. Alhoewel, verzorging, glaasverzorging kan voor de heren ook. Ja. Puur kan straks eens bij u uitproberen. Een beetje met thee. Wat wil het zeggen? Dat is niet.